Gaat Vitesse na 125 jaar dan eindelijk een prijs winnen? Dit is de Nu Sportminuut. Nu Sportminuut wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea Man Crème. Hij is het hele seizoen al in bloedvorm. Alejandro Valverde. Hij is vandaag jarig, 37 jaar is hij geworden. En Chris Froome besloot hem te bombarderen tot topfavoriet voor de gele trui in de Tour de France. Ik kan alleen maar mijn hoed voor hem afnemen, aldus Froome. Newcastle United keert na één seizoen alweer terug op het hoogste niveau van Engeland. Of Sien de Jong een belletje gaat krijgen van coach Rafael Benitez is nog onduidelijk. De Jong wordt door Newcastle dit seizoen verhuurd aan PSV. Ook Tim Krul en Vernon Anita staan bij de Engelse club onder contract. Wie ook nog wat te winnen heeft is Vitesse. De club uit Arnhem kan voor het eerst in haar 125-jarige bestaan een prijs in de wacht slepen. Aanstaande zondag staan ze in de finale van de KNVB-beker tegenover AZ. We hebben wel eens play-offs gewonnen, maar ja, dat is niet een beker. En de beker die kun je nu pakken. En het is wel echt een van de grootste kansen in zoveel jaar dat je die kan pakken. En ik vind dat wij dit moeten doen eigenlijk. Tot zover nu in Sportminuut. Tot morgen.